dat een moeder dit zegt tegen een kind? Kortom. Hallo, jij daar en welkom bij een nieuwe video op Kortom. En dit wordt echt een hele rare video, want ik ga iets helemaal nieuws doen wat ik nog nooit heb gedaan. Ik kwam erachter dat op deze website genaamd WikiHow, waarop eigenlijk gewoon uitgelegd staat hoe je dingen moet doen, ook een hele hoop fucked up rare dingen staan. Tutorials van hoe je bepaalde dingen moet doen of oplossen, waar je echt van denkt van wie heeft dit probleem. Er staat gewoon een hele hoop rare shit op. En ik weet niet of dat dit een serie wordt. Misschien zie je dat aan het einde van deze video. Maar laten we beginnen met het eerste what the fuck artikel. Want what the fuck. Echt. What the fuck. Shit is about to get weird. Echt waar. Waarom is dit zo ongemakkelijk? Diep inademen. Diep uitademen. Mensen. Waarom maak ik deze video? Hoe stop je je kind die masturbeert op publieke plekken. What the fuck? Moet je nagaan dat je op een dag echt een probleem met je kind en je gaat als ouders naar de dokter en je neemt je kind mee. Mijn kind heeft een probleem, dokter. Het is behoorlijk ernstig. Vertelt u eens, mevrouw, wat is het probleem precies? Nou, dokter, het zit zo. Mijn kind masturbeert overal. En wat bedoelt u precies met overal? Op school, op straat, in de winkel, in het postkantoor, in de Albert Heijn. Overal, dokter. Het gaat om kinderen onder de 5 jaar oud die nog niet begrijpen dat privacy nodig is. I don't know. Masturberen is normaal. Maar onder de fucking 5 jaar oud? Laten we gewoon de stappen gaan volgen, want weet je, we noemen ons kind gewoon even Adwin. En Adwin heeft een probleem. Adwin is een kind die overal masturbeert. In de klas, op schoolplein, in de winkel, in Albert Heijn, in de trein, in de bus, op het voetbalveld. Adwin heeft een probleem. Iedereen heeft tijd voor zichzelf nodig. Kinderen ook. Maar als die kinderen beslissen om recht voor je neus te masturberen, ga dan naar stap 2. Adwin, stop met het masturberen voor ons neus. We gaan naar stap 2. Ik vind Adwin niet echt een kind in dit plaatje. Het is meer van, maar dat maakt niet uit. Bereid je voor op een discussie met je kind. Adwin, masturberen in de Albert Heijn is niet goed. Nee. Ga ik dit uploaden? Adwin is 6 jaar. Als je kind jong is, dan is het meest relevant voor je kind om over te beginnen op het moment dat ze beginnen met het masturberen op een publieke plek. Hoe gaan we dit probleem oplossen? Adwin is geëvalueerd naar een andere huidskleur. How the fuck did that happen? Leg aan hem uit dat er niks verkeerd is met het ontdekken van je privé delen. Maar dat de locatie het probleem is. Oké, Adwin. Nu moet jij eens luisteren. Wat is er, mama? Wat jij doet is hartstikke goed en hartstikke gezond. Maar misschien moet je dat niet op het schoolplein doen. Wat moet ik niet op het schoolplein doen, mama? Je moet niet op het schoolplein masturberen. Je masturbeert overal. In de klas, in de Albert Heijn, op het schoolplein. Oké, mama. Stap 5. Geef ze opties. In plaats van vertellen wat ze niet kunnen doen, vertel wat ze wel kunnen doen. Vertel dat hij het wel kan doen op een privéplek. Zoals een badkamer of een bedkamer. Ik bedoel een slaapkamer. En opnieuw is Adwin veranderd van huidskleur. Adwin, what the fuck? Ik breng je wel even naar de badkamer. Oké, mama. Die moeder kijkt heel raar uit haar ogen bij stap 6. Als het kind jong is, zeg het volgende. Adwin was jong, oké. Jezelf aanraken daar is oké. Maar het is niet oké om dat in het klaslokaal te doen, waar ook andere mensen zijn. Of thuis, in de kamer. Wil je dan alsjeblieft naar je kamer gaan, een pauze nemen en het dan doen? Oh my god. Stel je voor dat een moeder dit zegt tegen een kind. Als deze video ongemakkelijk is, dan geef ik nu bij deze de schuld aan dit artikel. En dan zijn we beland bij de allerlaatste stap van deze, stap 7. Realiseer je dat masturberen heel normaal is. Maar let op de tekenen dat het toch iets is dat niet helemaal klopt. Als je ziet dat je kind constant aan het masturberen is, tot het punt dat ze zichzelf verwonden. Wat? Dat is heftige shit. Zijn er kinderen die zo vaak de hele dag lang masturberen, ook op het schoolplein, tot het punt dat ze zichzelf verwonden? Wat? Wat? Nee. Oké, wacht. Dus als je ziet dat je kind constant aan het masturberen is, tot het punt dat hij zichzelf verwondt, of probeert andere kinderen te laten masturberen, bel dan een therapeut. Wat? Adwin, ik leef met je mee. Ik weet niet goed wat ik wil zeggen, maar ik denk dat dit artikel, I don't know. Dit was misschien wel
het meest ongemakkelijke artikel om deze serie mee te beginnen. Stuur mij de meest rare, bizarre, meest vreemde, hilarische WikiHow-artikelen op Twitter of via een privéberichtje op Instagram. En wie weet komt dat artikel in de volgende aflevering van deze serie. Daar zet ik ook even jouw naam en zo erbij. Bedankt voor het kijken van deze video. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet bent. En sorry voor de ongemakkelijkheid. Op het schoolplein. Nou, wat zeg jij ervan? Ik zeg bedankt voor het kijken van deze video. Adwin, bij deze ben je na 7 stappen genezen. Oké.